Donderdagavond 9 juni vond in Alkmaar de tewaterlating plaats van een duikboot door Cornelis Drebbel. De duikboot van Drebbel werd te water gelaten door middel van een eikenhouten met mensenkracht aangedreven stadskraan. Tegelijkertijd speelde de stadsbijaardier Christiaan de Winter het lied Yellow Submarine op het carillon van de Waagtoren. De tewaterlating liet even op zich wachten, maar was het wachten waard? Vorig jaar werd de duikboot in het water gelegd met behulp van een moderne telekraan. Maar dit jaar kon dit dus door middel van een 16e eeuwse houten kraan met tredmolen langs het Waagplein. De tewaterlating was onderdeel van de opbouw voor het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar. Kaaskoppenstad brengt de prachtige Alkmaarse binnenstad terug tot vlak na het Alkmaarse ontzet van 1573. Door dankbaar gebruik te maken van het rijke historische decor van gevels, bruggen en grachten, wordt tijdens de Kaaskoppenstad een deel van de binnenstad teruggebracht naar de bewogen middeleeuwen. Meer dan 750 acteurs en figuranten doen je dan de 16e eeuw herbeleven.